Als we goed naar het schilderij met het meisje met de parel kijken, dan zien we heel duidelijk de vorm. Omdat zij voor een donkere achtergrond staat. Nu pakken we een nieuw papiertje en een potlood. En dan gaan alleen de buitenlijnen natekenen. Dus of van het puttertje of van het meisje. Nou, als het goed is, ziet het ongeveer zo uit. Dus we hebben alleen de buitenlijnen, de belangrijkste lijnen, getekend. We pakken een schaar en gaan alleen de buitenlijnen uitknippen. In één geheel. Nou, dit is dus de negatieve vorm, oftewel de restvorm. Gooi dit stukje niet weg, dit heb je straks nodig. Nou, dit is de positieve vorm, want de vorm is vullend. Gooi deze ook niet weg, want deze gaan we ook gebruiken. Wat we nu nodig hebben is verf. Dat kan zijn plakkaatverf, acrylverf of je zelfgemaakte verf die je bij de vorige workshop hebt gemaakt. En heel belangrijk, pak een paar sponsen. Ik heb een A4'tje erbij gepakt en die heb ik op een plank geplakt, zodat je daar straks je werk op kan maken. Maar je kan natuurlijk op een heel groot vel het ook maken. Het is helemaal aan jou. We gaan nu de negatieve vorm eerst even vastplakken met tape, zodat het niet beweegt. Nou, nu ga ik de zelfgemaakte verf gebruiken. Dat is natuurlijk wel zo leuk. De spinazieverf. We dopen de spons een beetje erin. En deppen dan op de negatieve vorm. We gaan helemaal vullen. Je kan ook een andere kleur erbij kiezen. Bijvoorbeeld de paprikaverf. Dan gaan we kijken naar het eindresultaat. Dan voorzichtig weg. En dan heb je het meisje met de parel. Voor de positieve vorm. Nou, ik kan kijken waar ik mezelf neer wil leggen. Ik leg hem even hier neer. Plak hem weer vast met tape. Ik pak nu acrylverf. Nou, pak weer een nieuwe spons. Dip je het in de verf. En dan ga je nu de buitenlijnen deppen. Dus haal hem ook een beetje vast. We gaan nu even kijken hoe die is geworden. Hier zien we dus dat als we de positieve vorm gebruiken, dat we zo'n vorm krijgen. Nu zie je nog wel een stukje steen. Die moet je dan even nog even bijwerken. En dan heb je je werk. Wil je nu nog iets anders erbij gaan doen, dan kan je ook denken, ik wil bijvoorbeeld de streep maken. Dan kan je dus tape ervoor gebruiken. En als je tape opplakt, bijvoorbeeld scheurtape, en je wil een lijntje maken, kan je dit zo omheen doen en dan de tape weghalen. En dan krijg je weer een streep. Dus experimenteer met je werk hoe je het wil gaan maken. Nou, ik mis nu alleen nog de parel. Die kan je erbij schilderen. Ik ga verder met mijn werk. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw eindresultaat. Deel het op social media via Facebook of Instagram met hashtag Maurishuisworkshop. En misschien bespreek ik wel jouw werk in de Insta-stories.